Mijn naam is Esther Vonk en we staan op de Noordeindseweg in Berkel en Roderij, waar gistermiddag de melding kwam dat er een brand is uitgebroken in een schuur. De brandweer is daar in grote getale op afgegaan en er is toen ook al onderzoek verricht naar de oorzaak van de brand. En een van de oorzaken waar we rekening mee houden, een van de scenario's, is dat er sprake is van brandstichting. Gisteravond is de brandweer druk bezig geweest met het blussen. Zij zijn op dat moment het pand niet binnengegaan, ook in verband met mogelijk instortingsgevaar. En vandaag zou er door de forensische opsporing van de politie verder spooronderzoek worden verricht in de uitgebrande schuur. Maar vanmorgen kregen wij al melding dat er een overleden persoon in een auto, die dus in de uitgebrande schuur stond, dat die persoon daarin is aangetroffen. Hoe nu verder? Op dit moment is de forensische opsporing aanwezig en zij gaan onderzoek doen naar zowel de identiteit van het voertuig, van de auto, als de identiteit van de persoon. Dat weten we op dit moment nog niet en daar doen mijn collega's op dit moment onderzoek naar. Dus zij gaan alle sporen vaststellen die ons kunnen helpen bij het oplossen van wat er hier nou precies is gebeurd. Op dit moment is echt nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld voorafgaand aan de brand. We houden rekening met allerlei scenario's. Dus om erachter te komen wat er zich hier heeft afgespeeld, komen we graag in contact met mensen die misschien nog iets hebben gehoord of hebben gezien en nog niet met ons hebben gesproken. Dus mochten er mensen zijn die informatie hebben die van belang kan zijn voor ons onderzoek, dan vragen we echt of zij met ons contact willen opnemen. U bent de verhuurder van de schuur waar gisteren brand heeft gewoed. Wat is uw eerste reactie? Ja, schrikken. De angst laat je om het hart als je zo bericht krijgt natuurlijk dat een van je panden in de brand zat. Vanmorgen is er forensisch onderzoek gestart, maar er is ook iets aangetroffen in een van uw schuren. Ja, dat klopt. Gisteravond om rond 1 uur is het zijn brandmeester gegeven en is alles hier weer vrijgegeven. En vanochtend kom ik met mijn zoon hier aan op het erf en een harde gil van mijn zoon en hij zegt: pa, er ligt een lijk in de auto. Dus dat was even schrikken, dus ik geloofde in eerste instantie niet. En goed, het was eigenlijk niet te missen. Dus het was eigenlijk direct zichtbaar. De auto zat zeg maar voor de, net binnen de schuur, voor de schuifdeur, met de neus richting de inrit. Dus eigenlijk vanaf buitenaf kijk je direct zo op de achterbank. En dan daar in de foetushouding een verkoold lichaam. Wat natuurlijk het bizar is, wat je dan bedenkt. Ja, weet je, gisteren je kon hier over de hoofden lopen, een agent en brandweermannen. En ja, die stonden er feitelijk met de neus op. En dan denk ik, ja, weet je, hoe kun je dat nou missen? Ja, ik heb begrepen dat het niet veilig genoeg was om het pand te betreden. Nee, maar om het lijkt te kunnen zien, hoef je het pand niet te betreden. Want de auto stond echt direct achter de schuifdeur. Dus ik denk dat de politieagent een meter of 5 afstand van het lichaam hebben staan. Wat heeft u gedaan na de vondst? 1-2 gebeld. Toen is alles hier ter plaatse gekomen? Ja, toen is heel het circus begonnen inderdaad. Tent en drones in de lucht. En, ja. Uw zoontje, hoe maakt hij het? Ja, dat is wel traumatisch natuurlijk voor zo'n jongen, omdat hij is net 13. En dan, dat was, ik zal de details besparen, maar het was wel heel luguber om te zien wat we aantroffen. Dus ik hoop dat hij slachtoffer hulp gaat krijgen. Ja? En hoe nu verder voor u en de schuur, uw zoontje? Ja, nou ja, over de schuur, ja, dat is materialistisch. Goed, het is een hard gelachen, het is niet verzekerd, dus dat ben je kwijt. Ja, en verder voor mijn zoon mentaal, het is een sterke jongen, dus ik geloof dat het wel goed komt met de juiste hulp. Heel veel sterkte met alles. Ja, dank u wel.